Weekoverzicht van 6 tot en met 10 januari. Nick van Tol is op zoek naar een baan als piloot. De 23-jarige Hilversummer heeft zijn opleiding voor piloot in 2011 afgerond, maar is nog steeds op zoek naar een baan. In 2009 ben ik begonnen met de pilootopleiding en die heb ik in 2011 afgerond. Nadat ik 2,5 jaar werkloos was eigenlijk en heel veel brieven had verstuurd, maar nauwelijks tot geen reacties daarop heb gekregen, in ieder geval niet een uitnodiging voor een gesprek, besloot ik dat het tijd was voor wat anders, om te proberen hoe of ik op een andere originele manier misschien wel op zou vallen. En dat is wel goed gelukt, denk ik. Maar helaas op dit moment nog steeds geen uitnodiging voor een gesprek. Maar wel heel veel reacties, heel veel positieve reacties, maar nog niet een uitnodiging van de maatschappij om ook daadwerkelijk op gesprek te komen met uitzicht op een baan. Ik mag wel één keer met Corendon meevliegen, maar dat is gewoon eenmalig, een soort van troostprijs, maar wel super vet natuurlijk. De opleiding heeft me 21 maanden gekost, dus dat valt op zich misschien nog wel mee in vergelijking met andere studies, maar ik ben nu inmiddels dus langer werkloos dan dat ik de opleiding heb gedaan. Ik heb uiteraard sowieso alle bedrijven in Nederland en de omliggende landen gestuurd. Ook verderop in de wereld heb ik gesolliciteerd. Ik heb vloeiend Duits leren spreken, omdat in Duitsland, zeker de afgelopen jaren, was daar nog wel iets beter dan in de rest van de wereld in Europa. Maar in de helft van de gevallen krijg je gewoon geen reactie. En in de andere helft van de gevallen krijg je wel een reactie terug met bedankt voor je interesse in het bedrijf. En dat ze eventueel later nog wel een keer terug bij je zullen komen. Nou, het ideale ding is als er een mooie airline op me afkomt en zegt kom maar voor ons vliegen. Of kom in ieder geval op een gesprek om te kijken of we je willen hebben of niet. Dat is natuurlijk hetgene wat ik wil. Ik mag nu alle vliegtuigen eenmotorig tot en met 5700 kilogram. En dan de Boeing 737. En elk ander toestel, daar moet ik gewoon een nieuwe cursus voor doen, zeg maar. Maar als die wordt gefinancierd door de maatschappij, dan is dat geen probleem. Ik ben weer een nieuwe studie begonnen in Amsterdam. Science, Business and Innovation. Ook hartstikke leuk, maar niet hetgene wat ik uiteindelijk wil gaan doen. Nadat Nick zijn filmpje online heeft gezet, is hij opvallend vaak bekeken. Ik had niet durven dromen dat hij zo vaak zou worden bekeken. Hij staat nu 5 dagen online, geloof ik. En hij is bijna 35.000 keer bekeken, dus heel Nederland is misschien een groot woord, maar heel vliegend Nederland, die heeft hem wel gezien of ervan gehoord. Dus bij de mensen die er wat mee moeten doen, zeg maar, of die er wat eventueel mee zouden kunnen doen, daar heeft denk ik een groot deel van wel iets meegekregen. En dat is denk ik wel heel erg positief. Dames en heren, welkom bij Hilversum Verbind. Strijd om het Hilversumse ondernemerschap. Wie is de ondernemer waar de Hilversummers, eigenlijk de mensen in de zaal, het meest trots op zijn op dit moment? We zijn van een longlist naar een shortlist gegaan. Maar de bedrijven krijgen alle drie, we hebben de drie genomineerd, 1 minuut de tijd om hun bedrijf nog een keer te presenteren. Dus ik wil graag de drie genomineerden naar voren roepen. Speelgames. Elastiek. En de Rifwachter. En de winnaar van de Hilversumse Ondernemersprijs 2014, de winnaar van de Rabo Award, is geworden Rifwachter. Dit is hem dan? Ja, inderdaad. Ik heb nog wel een aquariumpje over, dan valt hij niet zo op, maar ik ga hem natuurlijk een prachtige plek geven. Ondernemers Award 2014. We hebben gezegd als regio, we mogen best wat trots zijn. En dat is ook het thema van deze bijeenkomst. Trots op Rifwachter, trots op speelgames en trots op elastiek hier allen aanwezig. En daarom ruik ik graag een oorkond uit. Uw applaus graag. En de bloemen? Peter? Speelgames? ...300 miljoen mensen per maand, geloof ik, hè, zei je. Dus dat is echt een
enorm aantal. Gefeliciteerd. Burgemeester Pieter Broertjes was aanwezig bij Hilversum Verbind in Gooiland. Tijdens zijn nieuwjaarstoespraak reikte hij de Hilversumse speld uit aan Simone de Meijeren. Dames en heren, ik zei het al net tegen Annemarie Jorritsma, burgemeester van Almere, die ik speciaal welkom heet. U alle, natuurlijk ook allemaal, maar zij heeft mij eigenlijk verleid om dit zo te gaan doen en niet meer tussen de schuifdeuren zoals vorig jaar nog in het café van Gooiland. Maar dat we er toch iets meer een officieel tintje aan zouden moeten geven. Dus het is mijn eerste nieuwjaarstoespraak. Vergeef me mijn zenuwen. En dat natuurlijk. Burgemeesterschap, ik ben al bijna op de helft. Zei ik zojuist tegen een fractievoorzitter van D66, Barend Smit, die mij hier naartoe heeft gehaald. Maar goed, het is mijn eerste nieuwjaarsspeech en ik wil er ook wel iets van maken. Dus ik ga u proberen in 5 minuten, 6 minuten, een paar bemoedigende woorden te zeggen. Want u hebt misschien wel ook in NRC Handelsblad, want ik ben niet eenkennig, gelezen dat je nooit moet zeuren tijdens de eerste werkspeech in het nieuwe jaar. Dus je moet niet vertellen dat mensen er eigenlijk niks van gebakken hebben het vorig jaar. Je moet af en toe een zelfrelativerende opmerking maken. En je moet laten zien wat je ook zelf doet en niet alleen wat anderen moeten doen. Dus nou, ik weet niet of u straks gestemd gaat worden, maar dan gaan we kijken of ik daar allemaal aan voldoe. Ik ben al heel blij dat u hier bent, omdat het Metropoolorkest speelt in Gooiland. Dat klinkt als een ABC, dat is toch logisch in Hilversum. Maar, en de gemeente is uw gastheer met de ondernemers, maar dat is eigenlijk helemaal niet zo logisch. Daar hebben we eigenlijk hard voor moeten werken om dat soort verbindingen te leggen de afgelopen jaren. Zodat inderdaad zo'n parel als het Metropoolorkest, jongens horen jullie het achter het scherm. Zo'n parel als het Metropoolorkest hier aanwezig is. En in Gooiland, wat ook toch een prachtig theater heeft en een prachtige ambiance is en wat ik maar steeds weer blijf herhalen. De gemeente als verbinder, dat is het thema van 2014. En dat is het thema van onze nieuwjaarsreceptie. En in dat opzicht bevinden we ons ook in goed gezelschap. Want wat zei de koning in zijn eerste kersttoespraak? Dat is ook zijn eerste kersttoespraak. Door verbindingen aan te gaan kunnen mensen samen een kracht ontwikkelen die bergen kan verzetten. En u had daarnet in het begin van de zaal hebt u al de jongens en meisjes van City Run gezien. De Spieren voor Spieren die 6 april in Hilversum plaatsvindt waar 10.000, 11.000 mensen op afkomen. En dat zijn nou ook jongens en meisjes die bergen verzetten. En we willen die bergen ook met u gaan verzetten. Samen met de burgers van Hilversum en in de regio. En we willen inhoud geven op onze manier aan de participatiesamenleving. Want de koningswil is onze wet. Wist u dat 80% van de Nederlanders het een goed uitgangspunt vindt dat burgers meer zelf kunnen bijdragen aan hun leefbaarheid in hun buurt en hun wijk? En dat zij meer zelf kunnen doen aan zorg en veiligheid? 80%. Dat draagvlak is dus groot. Op 1 voorwaarde, en dat is dat wij, de gemeente, de lokale overheid, het op een goede manier doen met hen. En niet als verkapte bezuinigingsmaatregel, want dan verdampt dat draagvlak heel snel. Want het gaat uiteindelijk om de goede balans. Actief burgerschap is niet altijd de oplossing op maat voor sociale problemen in een wijk. Niet altijd kunnen we verlangen dat burgers hun eigen problemen oplossen. En is een helpende hand van de lokale overheid zeer gewenst en gerechtvaardigd. Bewoners en professionals spreken lang niet altijd dezelfde taal en interpreteren wijkproblemen soms heel verschillend. Dan is er, zo zeggen de wetenschappers, sprake van botsende logica's van overheid en burger. De botsing tussen onze systeemwereld en hun leefwereld. En we kennen de voorbeelden van elke dag. In Hilversum ontstaan meer en meer raakvlakken tussen de gemeente, de ambtenaren en de burgers. De gemeentelijke organisatie is en wordt nu zo ingericht, slank en hoogwaardig noemen we dat in eigen huis, dat er een goed luisterend oor is ontstaan de afgelopen jaren. Mensen kloppen niet meer tevergeefs aan. Hilversum wordt een voorbeeld van een moderne verzorgingsstad, zoals dat tegenwoordig heet. Dames en heren, Hilversum ligt in een prachtige regio. Een onderzoek van de Rabobank afgelopen jaren, dat is geen toeval dat de Rabobank, dat moet u mij vergeven dat hij nu sponsor is geworden van deze avond. Maar een onderzoek van de Rabobank in 2013 toont aan dat de regio Gooi en Vechtstreek na Haarlem en omstreken de meest duurzame regio is met een goede kwaliteit van leven, nu en in de toekomst. En
in zo'n vestiging en woonplaats wonen dichtbij het werk. Dat is wat mensen graag willen en niet de drukte van de stad. Hilversum is binnenkort een politieke partij rijker, partij Hielmas. Deze wordt daarmee de 11e politieke partij van Hilversum. Initiatiefnemer en enige kandidaat Celsuk Yılmaz is een 29-jarige geboren en getogen Hilversummer. Yılmaz wil zich vooral richten op openbare orde en veiligheid, onderwijs en jeugd en bereikbaarheid en milieu. Daarbij zijn normen en waarden voor Yılmaz essentieel. Hij legt uit waarom. Ik wil mij met name richten op de jongeren die vooral in het centrumgebied de openbare orde en de veiligheid verstoren. Dus daarom noemde ik ook het punt normen en waarden op. Ik wil meer gaan voor het correctieve aanpak, dus op de persoonlijke ontwikkeling, op de opvoeding. Als we het hebben over de bron, dus aanpakken bij de bron. Hè. Mijn partijprogramma heb ik ook de bottom-up communicatie, heb ik als term gebruikt. Dus echt naar het bodem gaan. Kijken wat de omgevingsfactoren zijn van zo'n jongen. Zijn de ouders gescheiden? Welke sociale status hebben die jongeren? Zowel voor de autochtone als de allochtone kinderen. En als het gaat dan om de autochtone kinderen, zou je bijvoorbeeld pedagogisch hulp kunnen verlenen. Maar bij de allochtone kinderen zouden wij dus nog één stap verder kunnen gaan door middel van een religieuze instelling om zo iemand, zo'n jongere aan te nemen of bij te betrekken. En dat ze dan samen met die jongen in gesprek kunnen gaan. Kan je kort aangeven wat je hoopt te bereiken? Nou, ik wil in de volgende raadsperiode bereiken dat het aantal jongeren wat dus de openbare orde verstoort, dat vermindert. Zoals eerder deze week gemeld, komen wij terug op het kort geding tussen Krailo en de gemeente Hilversum. Wij spraken met Martijn Griffioen, woordvoerder van dierenasiel Krailo. Hij legt uit wat de motivatie van de rechter was. De rechter die vond hoofdzakelijk de opzegging door de gemeente Hilversum met een periode van 5 maanden veel te kort. Met name omdat dierenasiel Krailo een hele langdurige relatie heeft met de gemeente Hilversum en overigens ook de overige gemeenten in Gooi en Vechtstreek. Ja, een lange relatie sinds 1924, hè? Ja, dat is een relatie van bijna 90 jaar. Ja. En de rechter zegt, gelet op de mensen, de middelen die inmiddels ingezet zijn en de opvang die is opgezet, dat kan je niet zomaar afdoen met 5 maanden. Daar geldt een langere tijd voor. Ja, dat wordt nu 2,5 jaar in plaats van een half jaar. Ja, 2,5 jaar gerekend vanaf de datum opzegging brief van de gemeente Hilversum. Dus effectief betekent dat we tot eind 2015 de Gooise zwerfdieren zullen opvangen. Wethouder Erik van der Wand gaf zijn eerste reactie afgelopen woensdag 8 januari in de raadsvergadering. Wethouder van der Wand. Dank u wel, voorzitter. Ik wil het houden op een korte verklaring. De rechter heeft uitspraak gedaan in het kort geding zoals aangespannen door dierenasiel Krailo. De rechter heeft uitgesproken dat de gemeente Hilversum de mondelinge duurovereenkomst mocht opzeggen, zoals is gebeurd, maar dat daarbij een langere opzegtermijn in acht moet worden genomen. Dit betekent dat de overeenkomst op 1 januari 2016 beëindigd kan worden. Wij zullen deze uitspraak natuurlijk respecteren en uitvoeren. De komende 2 jaar worden de zwerfdieren die in Hilversum worden aangeboden naar dierenasiel Krailo gebracht voor de wettelijke opvang. Gezien de ontstaande situatie zullen we in overleg treden met de gemeente in de regio en met het dierenbeschermingscentrum in Amersfoort en natuurlijk ook in Naarden. Ik wil het hierbij laten, gelet op vandaag hebben we het vonnis gekregen, ik heb het bestudeerd. Ik geef u aan welke richting wij ingaan. Ik ga nu niet in op het betoog van mevrouw Sazias over de onwettigheid. Dan gaan we dat maar weer een keer agenderen. Maar we gaan u nu eerst even netjes met de regiogemeente. Ik heb dat gepland voor volgende week vrijdag. We hebben alle maatregelen genomen om de opvang naar Krailo weer te kunnen plaatsvinden. We hebben de dierenartsen en de mensen die daarvan moeten weten op de hoogte gesteld, al zo snel mogelijk. En we zullen ook met dierenasiel Krailo contact opnemen over een goed verloop van deze procedure. Hierbij laat ik het.
Al 34 jaar lang is meneer Van Vliet verwoed verzamelaar. Hij verzamelt alleen alles wat met Hilversum te maken heeft. Het zijn nogal wat spulletjes die u hier heeft staan. Ja, het is stik van de rommel. Maar ik zal eens de spullen laten zien van Hilversum. Ja. En Hilversum heeft zich niet onbetuigd gelaten op dit gebied. De aanwezigheid van de omroepen in Hilversum heeft ertoe bijgedragen dat er een grote variëteit is aan artikelen zoals kopjes, bekertjes, spaarpotjes, lepels, noem maar op. Een walhalla voor de verzamelaar. Wat is dit voor een schat aan oude... Allemaal, ik noem het maar curiosa van Hilversum. Spaarpotten, kaartspelen, koppenschotels, allemaal hoezen met platen erin. Wat betrekking heb op Hilversum. Van alles ligt er. Ja, ik vond het gewoon leuk. Je loopt de eerste keer op een rommelmarkt. Je ziet een spaarpotje liggen of zo. Deze is dan van de KRO. Hele mooie oude, beetje Art Deco stijl. En dan denk ik, goh, wat leuk. Ik koop iets. En dan koop je nog wat, en nog wat, en nog wat. Maar dan heb je op het laatst zoveel. Je kan het haast niet meer kwijt. Wat ook heel mooi is, is dat oude porselein van Hilversum. Dit is dan van de Gooise Vaart. Daar heb ik heel veel van. Borden, asbakken. Ja, vroeger werden er meer souvenirs verkocht. En tegenwoordig niet, denk ik. Mensen gingen naar Hilversum toe. En toen waren de studio's misschien nog geen eens of amper. En het was een toeristenstad. Ja, want ik zie ook allemaal koekblikjes. Het houdt ook niet op. Het zal voor veel mensen, kan ik me voorstellen, ook wel een soort duik in het verleden zijn. Als ik zo'n trommeltje ziet, wil ik het gewoon even in mijn handen hebben. Dat vind ik gewoon prettig. En wat is dit nu voor een trommeltje bijvoorbeeld? Dat is een koektrommeltje. En hier staat Villa Corvin op. En dit is heel oud. Ja, dat doet wat. Het heeft uitstraling. Dit is ook wel leuk. Dit is van Cornelius van Velsen, de kunstenaar uit Hilversum. Dit hoort er ook bij. Dat heeft hij gemaakt voor veilig verkeer. Degene die dit ontworpen heeft is een Hilversummer. Ja, dat is een Hilversummer. Die heeft hier vlakbij gewoond. En ik heb altijd zijn tuin bijgehouden. Dus ik ken hem persoonlijk. Dit is van Zonnestraal. Dat valt ook onder Hilversum. En toen was Zonnestraal nog echt Zonnestraal zoals bedoeld? Ja, het was voor de tuberculose, voor de longen, ja. En dat is helemaal uitgebannen, ga je wel zeggen. Hè? Dat is er haast niet meer. Kijk, dan kon je hier papiergeld in doen, opgerold. En hier muntgeld. Het is met passie en met liefde verzameld. Het is het leukste wat ik vind eigenlijk. Dit gedoe allemaal. Ten slotte een paar tips voor de aanstaande verzamelaar. Als Thijs ergens begint, dan bijt hij zich erin vast. Ja. Maar niet geforceerd hoor. Niet van, ik moet het hebben of zo. Hè? Het gaat bij mij heel makkelijk. En ik vind van alles. Ik weet niet hoe het is, maar ik heb altijd geluk. Ik ben er het eerste en ga het laatste weg. Als je deuren dicht gaan, moeten ze mij nog eruit krijgen. Vanaf augustus 2014 starten 3 basisscholen in Hilversum aan een pilot voor een tweetalige afdeling. De Violenschool is één van deze scholen. Wij spraken met Caroline van Veen, hoofdonderwijs van de overkoepelende organisatie van openbaar basisonderwijs in Hilversum. De aanvraag is dus nu toegekend. Hè. We kunnen nu meegaan doen aan de pilot. We gaan deelnemen aan de pilot. Dat betekent dat we nu ook meteen beginnen met de voorbereidingen, draaiboek opzetten. Want we willen vanaf 1 augustus starten met de eerste groep. En dan zal het in eerste instantie groep 1 zijn waar we mee gaan starten. En dan ieder jaar wordt dat uitgebreid naar een volgende groep. Op deze school, op de Violenschool, geven we dan Engels als tweede taal. Omdat wij ook op de Violenschool een IPS hebben, een Engelse school, een Engelse totaal Engels onderwijs. En een reguliere stroom, de Nederlandse. En dan was de variant daartussenin voor ons een hele duidelijke keuze en ook wel een behoefte. Om dan zowel Engels als Nederlands tweetalig onderwijs te geven. Dan hebben we zeg maar 3 stromen naast elkaar. En uit onderzoek is ook gebleken dat dat niet ten koste gaat van het Nederlands, maar juist een extra plus geeft op het in dit geval Engelse taal. En we hebben best veel vraag van ouders van, goh, ik wil wel Engelstalig onderwijs voor mijn kind, maar ik blijf ook in Nederland wonen. Ja, en die horen officieel niet op de Engelse school. En daar hebben we nu met deze tweetalige stroom wel plek om die ouders, naar de behoeften van die ouders in ieder geval voor hun kinderen te kunnen bedienen. En aan de andere kant
zijn er ook Engelse ouders die willen dat hun kind integreert in de Nederlandse taal. En ook daar kunnen we dan op de tweetalige afdeling voor zorgen dat die kinderen dat kunnen. Nou ja, wat bijvoorbeeld is waarom we ook voor de violenschool hebben gekozen, is omdat het een school is die heel veel in ontwikkeling staat. Die veel doet aan vernieuwing, aan onderwijs. Die biedt op veel gebieden extra, zoals de op dit moment de pilot van de Kiva. Daar hebben ze ook 2 jaar in deelgenomen. Dus de school die open staat voor nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs. En omdat het binnen de violenschool een Engelse stroom zit, is dit ook op deze school dan ook een handige keus. Bij het ziekenhuis Ter Gooi in Blaricum werd vandaag de nieuwe kinderpolykliniek feestelijk geopend door 2 bekende Nederlanders. Wij waren erbij en praten met Gerdine Kamp over de verbouwing. Ja, we vinden het fantastisch dat we vandaag zo groot vieren dat de kinderpolie in Ter Gooi zo verbouwd is en zo is opgeknapt. We zijn ontzettend trots op ons resultaat, want kinderen hebben bedacht hoe het hier moet worden. Het worden zijn mooie, heldere kleuren. Het is een inrichting waarbij we de natuur van buiten naar binnen halen. Kinderen hebben het concept bedacht. Het is voor kinderen van 0 tot 18. Er is ook een heel digitaal plan, zodat we voor iedere leeftijd alle kinderen goed kunnen informeren over hun ziektes en dingen waar ze veel van af moeten weten, helaas. En we kunnen ook de kinderen een sfeer geven waarin wij in rust kunnen werken, zodat wij in rust goed kunnen nadenken en veel onnodige onderzoeken kunnen voorkomen, omdat we gewoon in rust goed kunnen werken en goed de kinderen kunnen onderzoeken. En dan hopen we zo goede diagnoses te stellen en de kinderen optimaal te kunnen behandelen. Voor ons is het een feestje om hier te kunnen werken. Vanavond is een groot feest. Wie treden erop? Dat is nog een groot geheim. Wat zo bijzonder is aan dit project is dat het echt een regionaal project is. En dat iets wat wij hier in de regio heel goed neerzetten. Ik ben 2 jaar geleden getipt door de hoofdsponsor. Die zei, Gerdine, weet jij een leuk project? Toen hebben we met kinderen een sponsorloop georganiseerd. Die hebben de eerste 40.000 euro binnengehaald. Daarna kwamen dat waren de Soar Optimist Club uit Bussum. Daarna kwam de Lady Circle erbij. Daarna kwam de Rabobank erbij. De Rotary heeft nog dingen gedaan. Toen opeens hadden we een heleboel geld waar we ontzettend blij mee waren. Toen hebben we een plan bedacht met de commissie Kleur en Fleur hoe het eruit moest zien. En tot slot vandaag komt dan United met een cameraploeg en 2 nu nog onbekende artiesten om het feest af te maken. Ja, voor ons is dit een fantastische dag. En jongens, wat vinden jullie van de poli? Ik vind hem wel veel verbeterd. En het is ook wel handig, want de kinderen die nogal heel ziek zijn, die kunnen dan sneller genezen worden. En jij? Ik vind het eigenlijk hetzelfde wat hij zei. En ik vind het heel erg mooi gemaakt. Ja, dat is eigenlijk een beetje. Wilt u weten wie de 2 bekende Nederlanders zijn? Kijk dan volgende week maandag naar de compilatie van de feestelijke opening op RTI. Sinds week zit er een dakloos in de traverse van station Hilversum Mediapark. Ze wil graag Jo genoemd worden. Maar wie is ze en wat doet ze hier? De reden is dat ik geen woning heb. Ja? Dat ik al 5 jaar lang bezig ben met een woning. En dat er een bepaald, hoe zeg je dat, instituut is wat er tegenwerkt. Want, je past niet in het onderwerp. Als je pech hebt in Nederland en je verliest je huis en je krijgt geen zoeken meer, want je valt niet buiten of binnen of naast, tussen onder een hokje. En dan val je er buiten. Ik zag je zitten en ik dacht meteen van ja, deze mevrouw die moet heel veel hebben meegemaakt en ook heel veel te melden hebben, heel veel zinnigs te melden hebben. Wat kan je daarin vinden? Zeker. En waarvoor? Je krijgt straks kinderen misschien. Ja, en het wordt tijd dat we daarvoor opkomen. Wat drijft jou? Ik ben boeddhist. Wat drijft jou? Nee, ik ben boeddhist. Mag jij invullen of het mij drijft? Wat heb je in je volwassen leven dan precies gedaan, als ik vragen mag? Geen volwassen leven. Ik blijf altijd een kind. Gewoon zie jij vragen zo. In het volwassen leven, ik ben nu 48. Dat ik de verantwoordelijkheid neem dat ik 2 dochters heb gekregen. Ja. Eén is dan boven de 24, bla bla bla. En de andere is heel jong. Maar daar blijf je aan denken. Ik heb gewerkt bij de NMS Teletext, bij de ondertiteling. En echt waar, ik... Ja, doe er wat aan.
Maar als je nou een tip zou geven aan een ieder, in een één zin, wat zou je dan zeggen? Net zoals u, uzelf blijven.